Het is een bijzondere act. Het is een voetballer. Het is Almelo. Maar de afgelopen maand heb ik Almelo, en ik denk dat ik namens jullie ook spreek, nog op een nog mooiere manier leren kennen. Want ik heb jullie initiatieven leren kennen. Waarom doe jij? Omdat jij ontzettend veel van je moeder houdt natuurlijk. En gewoon uit mezelf. Dicht. Ja, ik ging dicht. En ik hou heel erg van deze. De rest van de buurt houdt ook van deze. Dus toen ben ik naar de gemeenteraad gegaan. Die hebben toegesproken. En ik heb ook handtekeningen verzameld. Ja, en de winner op de Junior Stadsprijs Almelo 2016 is geworden Anouk van der Heijden. Ontzettend hartelijk gefeliciteerd. Ja, dat geldt ook voor jullie, hè? Want ik zei je net al even, al die genomineerden zijn kanjes in de stad. Want jullie laten elke dag zien dat het goed is dat je voor een ander zorgt. En al die andere kanjes hier naast mij en ook een heel mooi applaus. Stadskanjes. En dan gaan we even naar de foto. Let's go, let's go. Van der Heijden, had je verwacht dat je zou winnen? Niet echt. Ben je er blij mee? Ja, heel erg. Het gaat dus 2 jaar lang door, hè? Tot de volgende Stadsprijs. Sta je elke week voor de camera.